Hallo en welkom bij Dankere Eli. Mijn naam is Badreddine en in deze video gaan we kijken naar de top 10 beste schouderoefeningen voor grote ronde schouders. Overigens staan ze niet op volgorde, maar het zijn wel de 10 beste schouderoefeningen. De schouder bestaat uit 3 spiergedeeltes: voor, midden en achter. Het is dus belangrijk om ze alle 3 te trainen als je de perfecte schouders wilt hebben. Laten we meteen beginnen met de oefening. De eerste, machine shoulder press. Een hele fijne oefening die genoeg spanning wekt en je minder kans op blessures geeft dan losse gewichten als je voor zwaar gewicht zou kiezen. Met deze oefening train je voornamelijk de middelste schouderspier, maar bij de pressoefeningen worden ook de andere schouderspieren plus de triceps meegetraind. Nummer 2, cable side delt raise. Een zeer effectieve oefening waarbij je de middelste schouderspier traint. Dit zorgt voor de bredere look waarbij je schouders naar buiten puilen. De derde, cable face pull. Een leuke oefening om uit te voeren waarmee je de achterste schouderspier traint. Het fijne aan oefening op de kabelmachine is dat je zowel op de heen- als de terugweg veel weerstand voelt. En dat is dus alleen maar beter voor spiergroei. Nummer 4, barbell upright row. Bij deze oefening is het fijner om de kortere stangen te gebruiken. En hiermee train je de middelste schouderspier. Alhoewel je andere schouderspieren ook lichtjes mee worden getraind. Naar de vijfde, dumbbell shoulder press. Dezelfde beweging als bij de eerste oefening. De machine shoulder press. Het zijn alternatieven van elkaar. En ook bij deze oefening is het na de middelste schouderspieren, de triceps en andere schouderspieren die je meetraint. Nummer 6, dumbbell side delt raise. De ideale oefening voor bredere schouders. Deze of de versie op de kabelmachine mogen eigenlijk nooit ontbreken in de schoudertraining. Als je hem hebt uitgeprobeerd, zul je waarschijnlijk mee instemmen dat dit de beste oefening is om je middelste schouderspier te verbreden. De zevende, dumbbell rear delt raise, een zeer effectieve oefening om je achterste schouderspieren te ontwikkelen. Persoonlijk gebruik ik liever oefening nummer 3 voor de achterste schouderspieren, de cable face pull, omdat het fijner is om rechtop te staan als je veel intense herhalingen te gaan hebt. Nummer 8, dumbbell front delt raise, een van de beste, dan niet de beste oefening voor de voorste schouderspieren. Je kan ervoor kiezen om per arm omhoog te gaan, maar ook voor beide tegelijk. De versie van de kabelmachine staat trouwens niet in deze top 10, maar die kun je ook prima als alternatief gebruiken. De negende, reverse fly machine. Waarschijnlijk is dit de fijnst uit te voeren oefening voor je achterste schouderspieren. Het apparaat houdt je perfect in balans en je kunt comfortabel zitten, waardoor je volledig kunt focussen op de intense spanning in je spieren. En de laatste, nummer 10, barbell military press. Een echte massakweker waarbij je vooral de middelste schouderspier traint. Maar net zoals met alle pressoefeningen natuurlijk, de triceps en andere schouderspieren worden ook meegetraind. Je kan hem zowel staand als zittend uitvoeren, maar dit is echter wel een oefening voor gevorderden. Want alleen de stang zonder gewichten is al 20 kilo, plus daarbij moet je ook nog het balanceren zelf doen. Nou, dit waren de 10 beste oefeningen voor grote ronde schouders. Als je meer oefeningen wilt ontdekken, dan kun je klikken op de link in de beschrijving. Die leidt naar deze pagina op onze website, waarin je 76 oefeningen met demonstratiebeelden kunt bekijken. Abonneer op ons kanaal als je meer fitnessvideo's wilt zien. Dit was het voor deze en ik spreek je in de volgende.